In Kielce, mijn geboortestad in Polen, zijn 42 Joodse mensen kort na de oorlog op een gruwelijke wijze vermoord. Een Pools jongetje van 8 was vermist. Kielcenaren geloofden het gerucht dat de Joden de jongen hadden vermoord. Ik vertel het historische verhaal via het leven van de Belgisch-Poolse fotografe Julia Pirot. Julia was bij toeval de enige fotografe die de moord op de Joden in Kielce heeft gedocumenteerd. Mijn boek is een pleidooi tegen het bewuste of onbewuste vergeten. Tegelijkertijd stel ik de vraag naar hoe mensen van nu omgaan met geruchten met de verdwijning van een kind. Zijn we vandaag zo anders dan 70 jaar geleden? De hoofdfiguur, Veronica, wiens dochter is verdwenen, is een ongeruste moeder en een bezorgde burger. Hoe zouden wij reageren?